In Groesbeek zijn woensdagmiddag ludieke maximum snelheidsborden onthuld. De waarschuwingsborden zijn ontworpen door kinderen uit de gemeente die vonden dat er te hard door de straat werd gereden. Samen met wethouder Sylvia Fleuren toonden de kinderen hun zelfgemaakte snelheidsborden woensdag voor het eerst. De creatieve creaties werden door de kinderen bedacht en getekend, maar door Bart Vermeulen gemaakt. Ook hij was aanwezig bij de presentatie van de borden. De eerste exemplaren werden geïntroduceerd op de Meikeverstraat en de Heeselenberg.